Oh, kijk. Ik heb een vriend. Een vriend die zich heeft genesteld op mijn kin. Anyway, ik ben in het Pullman Hotel in München. En ik ben hier voor minder dan 24 uur met Kia. Voor de lancering van de nieuwe auto, Seed. De Seed versie. Ik zal je even wat korte beelden laten zien van vandaag. Hoe het ongeveer was. Tot aan nu. We beginnen de dag op Schiphol bij een super chill tentje. Leon heet het. En daar heb je allemaal ja, clean salades, wraps en zo. Waar ik heel graag kom. Dus als je op Schiphol bent en je wil gezond eten, moet je daarheen. En dan is het tijd om te vliegen. Dit vind ik altijd zo'n fijn gevoel. Soms werden we opgehaald door een bus die helemaal voor onszelf was. Daar ben ik weer. En dit is het hotel. Even een snelle blik in mijn kamer. Het sneeuwt buiten. Vervoer naar de plek waar het feest is, waar de Kia wordt gelanceerd. Dit is de plek van het feest, de lancering en super vette muziek. Ik ben weer terug op de hotelkamer van het feestje. Elk uur gingen er shuttles terug. Ik besloot om de eerste te pakken die om 10 uur ging. Want ik dacht, ja, hoe meer slaap, hoe beter. Ik heb eigenlijk alles wel gefilmd, gefotografeerd wat nodig was. Ik heb gegeten. Ik heb een heel bord met mac and cheese naar binnen lopen werken. Omdat ik niks gezonds kon vinden. En toen ging ik een hoekje om nadat ik dat had opgegeten. En toen zag ik allemaal groenten en salades en zo. Toen dacht ik, nee, dit had ik willen eten. Maar goed, mac and cheese was wel lekker, maar het was gewoon veel voor mijn gevoel en heel erg olieig. En ik had zo'n honger. Ik dacht, ik moet dit gewoon naar binnen werken, want anders ga ik met honger naar bed. Ik ga nu make-up en zo van mijn gezicht afhalen en al deze rinkelende dingen wat allemaal aan mijn lijf hangt er afhalen. Ik ga je even laten zien wat mijn routine is voor het afhalen van make-up. En mijn gezichtsverzorging. Want jongens, ik ben voor mijn gevoel heel erg bezig met gezonder eten, leven, sporten. Hoewel ik dat al jarenlang natuurlijk al deed, ben ik het nu serieus gaan nemen. En dat klinkt een beetje gek, maar het komt neer op het volgende. Als je iets al heel lang half doet, dan blijf je er een beetje in hangen. En ik had ook een aantal maanden geleden een artikel geschreven over mag ik nog wel schrijven over afvallen. Omdat, ja, ik had besloten dat mijn geluk er niet meer van afhing en bla bla, dat doet het ook niet. Alleen, de vraag is, doe ik nog wel mijn best? Ik deed eigenlijk niet echt meer mijn best. En dat doe ik nu wel, sinds 1 januari. Ik vind het zo stom om 1 januari te zeggen, maar het is wel zo. En ook met mijn huid en mijn gebit. Ik probeer het echt, ik doe mijn best om het goed te verzorgen. Mijn gebit kan echt nog beter, want ik flos niet, ik stook niet, ik doe niks met die dingetjes ertussen. Dus dat is even de volgende stap, maar niet alles tegelijk. Dus ik probeer ook mijn huid echt goed te krijgen. Behalve dan deze. Ik ga jullie even meenemen naar de badkamer. Ik hoop dat het licht goed is. En dan ga ik even de routine van dit afhalen. Even delen met jullie. Lang verhaal. Ik kan het niet laten om even te laten zien wat ik allemaal mee heb en uitstal als ik één nachtje weg ben. Hier hebben we een fles water van het hotel. Mijn snacks. Make-up. Dingetjes, kwasten. Ja, gewoon spullen. Beginnen met de oorbellen afdoen. En dan ander topje aan. Yes, pyjama. En dan gaat haar omhoog. Moet uit de weg. Tanden poetsen, schoon krijgen. Oh, dit is heel charmant. Dit heb ik erin gelaten in de edit. Nice. Oh, nog meer neusgen. Prima. Oké, dit roze doekje heb ik van de Primark. En dat haalt echt make-up zo goed van je gezicht af. Heel fijn voor op reis. Het is echt geweldig. Kijk, laat zien.
papiertje overheen en clean. Dat is bizar. Afdrogen en ik gebruik even een masker. Ruiken. Oh ja, mijn neus is namelijk schoon. Masker omdat ik heb gevlogen, dus ik wil extra vocht in mijn huid in krijgen. Het ziet er even uit als een alien, maar het is dan wel waard. 10 minuten later eraf, afspoelen en een serum opdoen. Serum van Sampar. En ook weer een crème van Sampar. Lippenbalsem. En dan is het het eind. Een clean face, soort van. Clean face in ieder geval, maar nog wel met onzuiverheden daar vooral, zoals je ziet. Maar goed, niks aan te doen. Ik ga slapen. En dan is het tijd voor de ochtend. Wat doe ik als ik wakker word? Nou ja, eerst op mijn telefoon. Dan doe ik even wat lichtjes aan, want dat vind ik gezellig. Zo'n kneus ben ik wel. En dan maak ik ook vaak meteen mijn bed op. Sportkleding aan en eigenlijk voordat ik het door heb, ga ik op de home trainer zitten om even 20 minuten te bewegen, mijn lichaam wakker te krijgen. En als de 20 minuten erop zitten, dan ga ik koffie zetten, ontbijt maken, een pannenkoek met banaan, ei en eiwitpoeder. En dan ga ik dat opeten achter de laptop. En daarna begint de echte workout. Een half uurtje even knallen. En dan ga ik douchen met een cleanser van Kiehl's. Hiermee was ik mijn gezicht en met dit borsteltje ook. Na het douchen gezicht afdrogen, weer Sampar serum eerst opdoen. En daarna heb ik een rijke crème van Sampar. Lekker voor overdag en 's nachts, maar nu dus overdag. En dan heb ik een lekkere groene smoothie. En ga ik aan het werk. Nou, dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een keer een beetje anders met een voice-over. Laat me weten wat je vindt in de comments. En ik hoop dat ik jullie volgende week woensdag weer zie op mijn YouTube-kanaal. Doeg!